Welkom bij Schatgraven. Vandaag uit hotelrestaurant De Roskamp in Reden. Om gezondheidsredenen kan Rob er niet zijn. Vandaar dat ik hem mag vervangen. Maar met zijnzelfde gretigheid ga ik wel op zoek naar de dingen die hier zo om ons heen allemaal liggen of staan. Ik kom even bij u terecht, als u het niet erg vindt. U koestert daar een schilderij in plastic. Plastic. Ik kan het omdraaien. Het is ook ja, laat het eens eventjes zien. Ik heb al vanochtend gehoord dat er een gogh is uit de grijze periode. U zegt gogh uit de grijze periode, hoorde ik al. Het probleem is waarschijnlijk, u heeft geen idee wat hier staat, hè? Ja, er staat iets van Frank, dus dat is iets heel anders. Is die wel echt? Dat weten we niet. Daarom komen we hier. En hoe lang heeft u hem al hangen aan de muur? Dat is van mijn ouders geweest, al een jaar of 25. Zeg eens eerlijk, waar hoopt u op? Ja, ik hoop natuurlijk op de hoofdprijs. En dan denkt u aan? Nou, dat weet ik niet. Geen idee. Nee, ik verwacht er niet zoveel van, eerlijk gezegd. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik vind het geen onaardig ding. Wat is dat? Ja, wat is dat? Dat is een kaarsenstandaard, hè? Een kaarsenhouder. Ja, dat zie ik. En dit is een, er zit een dovertje bij en dit is een knippertje. Ja, dat is hem de... Hoe heet het? Er zit wel een gaatje in, hè? Ja, er zit een gaatje in. Ja, dat is heel oud, hè? U weet niet wat ermee gebeurd is? Nee, we hebben dat toch gekregen. Ja. Ook van de tante, ook de mensen. Het is bijna 100 geworden, dus wie oud het is, dat weet niemand, denk ik. Maar het lijkt me wel, maar het is er. Dat is om de, want de kaars komt zo'n klein zwart puntje. En dat is om de zwarte puntje weer eraan te knippen. Ja. En dat is dan de kaars erover. Ja. Gebruikt u hem? Nee, ik gebruik hem niet, Peter. Hij staat in de gang. Ja, want hij ziet er ontzettend schoon uit, moet ik zeggen. Er zit geen kaarsvet meer in, hè? Nee, die is eruit. Nee. En wat wilt u nou weten? Wilt u weten hoeveel het waard is? Of ja, wilt u weten of er een verhaal aan zit? Ik ben erg benieuwd naar, ja. Ja. En als niks waard is? Nou ja, dan blijft hij wel bij ons huis aan natuurlijk. Oh, oké, dan gaat hij niet de gang uit. Hij gaat niet de gang. Ik kom eventjes bij u, als dat mag. Gezellig. Zoals altijd eventjes. Mag ik hierin kijken? Natuurlijk mag ik erin kijken. En wat voor feestelijks komt er dan tevoorschijn? Een tegel? Nou, een tableau. Oh, wacht eens even. Nou, laten we het even aan de camera laten zien. Oh ja, natuurlijk. Ik wou het daar nu laten zien. Ja, begrijp ik. Ja, ik kijk naar ondersteboven. Ja. Dat gaat ook een hele eind. Het ziet er wel buitengewoon kleurig uit, zeg. Ja, hè? Ja. Hoe komt u eraan? Nou, van een vriend van ons, die hebben wij een klein beetje verzorgd toen hij ziek werd. En na het overlijden kwam zijn zus en er stond dit er achterop. Laat eens even zien. Ter herinnering aan W.H. van der Heijden. April 1950. Dat is mooi. Dat is mooi. En is zoiets nou gesigneerd? Ik zou het niet weten. Het is echt, u hebt geen flauw idee. Wij hebben helemaal, nee. Toen hij bij die meneer in de kamer hing, zeiden wij wel altijd dat we hem heel mooi vonden. We vonden hem heel mooi, maar voor de rest weten we er helemaal niets van. Hij is in Den Haag gekocht, dat weet ik ook nog. Maar daarna houdt het ook voor mij dus oud of oud, weet geen idee. Nee, we weten helemaal niets. Nou, we hebben een deskundige. Ja, ik ben zeer benieuwd. Ja, ik kan het me voorstellen dat u nou wel een taartje van de kous wil weten. Prachtig ding. Hij gaat toch niet weg, maar wil ik graag weten of die oud is of wat vandaan komt. Of... Het doen we net wat. Succes. Ja, dank u wel. Ik denk dat ik zelden een klok heb gezien waar zo ontzettend veel op gebeurt als deze klok. Dat is echt een hele volle klok, hè? Daar is veel werk aan besteed, vroeger. Ja. Heeft u enig idee of dit heel bijzonder is? Want dit soort klokken bestaat natuurlijk wel. Nou, wij vinden hem eigenlijk niet zo bijzonder, omdat hij... we weten vanaf toen ik bij hun in de familie kwam, dan stond hij al op een kast. En nu staat hij bij ons op de kast, sinds 20, 25 jaar. Ik vind een boeiende klok. Vindt u hem mooi? Ja, ik heb hem altijd mooi gevonden. Ja. Want ik heb vroeger de keus gehad bij die erfenis tussen een Friese klok en deze. Of wij, mijn vrouw, dus, want uit die familie komt het. En wij vonden dit altijd mooi dus. En dat is ook zo gegaan. Maar dan even vragen, u bent ermee opgegroeid dus met deze klok? Nou, in het begin, later wel, maar in het begin niet. Want er stond u bij een ome. Dus, hij heeft dus altijd in de familie gecirculeerd? Ja, altijd in de familie is hij geweest, ja. Het rare is, er zijn twee dingen die ik raar vind. Mag ik ze zeggen? Ja, natuurlijk. Ja. Het ene rare vind ik dat... Hoe heet?
Dit is hout. Ja, dit is natuurlijk allemaal metaal. Klopt. En het andere is dat er volgens mij hoort er een stolp overheen. Ja, klopt. Dit soort klokken, Peter, die werden altijd eigenlijk gemaakt met stolp. En eigenlijk om de simpele reden dat je gewoon anders zoveel werk hebt om dit schoon te maken. Want dit is zo bewerkelijk, daar komt zoveel stof tussen anders. Ja. En het uurwerk, hè, dat kun je, kan de camera nu niet laten zien, maar er zit geen dekseltje voor het uurwerk. Als dat er niet voor zit, heeft er altijd een stolp overheen gezeten, tegen het stof. Die waren er ook bij, die stolpen. Ja. Alleen de stolp van de klok die is stuk. Ja. Maar de stolpen van de standaards, van de kaarsenstandaards, die zijn er nog. Die zijn nog helemaal compleet. Die horen erbij. Die horen erbij. Dat maakt het ook zo bijzonder, vind ik. Want die hebben dus ook, die zijn er hier nu niet bij. Maar er zijn dezelfde onderstellen bij als waar de klok ook op staat. Houten onderstellen dus. En een stolp eroverheen. Dus als het zo compleet op de schouw staat, is het één geheel. Maar is dat niet vreemd? Een kaarsenstandaard onder een stolp? Ja. Je zou zeggen, waarom moet daar een stolp onder? Maar je hebt natuurlijk, als je ze niet gebruikt, kijk, je hebt hier bijvoorbeeld ook een dopje op zitten. Nu, als je ze niet gebruikt, zijn het ook sierstukken, hè, die de klok compleet maken. Dit haal je er zo af. Dan heb je een afgewerkt geheel en er kon ook een stolp overheen. Gebruikt dus, je haalde je stolp eraf, kaarsen erin en dan werd het ook echt gebruikt. Dat werd gedaan, het komt niet vaak voor, maar je ziet het wel. Ik heb het wel meer gezien. Het is een soort klok die je vaker ziet. Die is, vind ik, heel uitbundig. Ja, ik ook. Is die bijzonder? Is die... Nou, ik heb hem eruit gehaald omdat ik hem ook bijzonder vind. Want dit is een klok die gemaakt is in Frankrijk in 1870 ongeveer. En als je naar de kwaliteit kijkt van, en de verfijning van het bronsgietwerk, zou je eigenlijk aan een vroegere periode denken. Dan denk je aan een periode rond 1830. Maar als je het uurwerk kijkt, leert dat die van 1870 is. Daarom heb ik hem uitgehaald. Er is toen in die tijd dat eigenlijk de industriële revolutie al aan de gang is en dat je eigenlijk producten krijgt die minder verfijnd en minder mooi afgewerkt worden. En vooral bij deze klokken springt deze er gewoon echt uit. Deze is subliem van kwaliteit. Alles is heel fijn, details zijn heel mooi. Er is ontzettend veel detail en veel aandacht aan besteed. Dat is ook de reden waarom we hem eruit hebben gehad. Ondanks dat het toch een late klok is, vindt ze soort. En het is niet dat je zegt, dit is een maker die je kent of zo. Nee, dat hoeft helemaal niet. Hij is helemaal niet gesigneerd. Nee. Staat niks op. Ja, dan dringt zich natuurlijk de vraag op, hoeveel is zoiets waard? Ik zou zeggen, dit stelletje. Dit stelletje met de kandelaars. Met de kandelaars erbij. Ja, je kan het ook afzonderlijk taxeren, want meestal kom je alleen de klokken tegen. Alleen de klok zou ik schatten op €1200. Maar omdat het compleet is, met de kandelaars erbij en de stolpen, alles erbij, onderstellen erbij, het complete stel zou ik op rond de €2000 willen schatten. Oh, leuk. Mooi. Maar we verkopen hem niet. Valt het mee of tegen? Nee, het valt mee. Valt mee. Ja, u bent eraan gewend. Wij vinden hem nog gewoon heel spannend, deze klok. Ja. Nou, mooie prijs. Amateurwerk. Ja, maar stel wel de naam op. Maar als ik het schilder krijg, dan de naam. Wat leuk zeg. En hiervan zegt u, er zit geen verhaal aan? Nee, want mijn vader die komt uit een erfenis. Mijn vader die heeft hem, die had hem hangen en er moest verdeeld worden. En er zit geen familieverhaal aan. Dus het komt niet uit, uit generaties van hiervoor van onze familie. Nee. Maar hoe kwam uw vader er dan aan? Die heeft hem gewoon een keer gekocht. Hij hing in één keer bij ons, of bij hem in de kamer. Ja. En hoe komt u? U heeft hem dan geërfd? Ja. Betekent dat u hem wel mooi vindt? Nou, nee. Geen van de erven, die willen hem in principe hebben. Dus we gaan gewoon kijken van, kan er een verhaal aan vastgeknoopt worden? En wat kunnen we er daarna nog mee? Dus het komt eigenlijk op neer, als blijkt dat deze paar honderd, paar duizend, zeg, euro waard is, dan verkoopt u hem en dan gaat het verdeeld dan, worden? Dan is er een grote kans in dat hij geveld gaat worden. Twee serviesjes. Een eetservies en een thee- of koffieserviesje, wat je maar wilde. Ik laat het zien omdat het toch eigenlijk uit dezelfde tijd is. Deze is ongeveer 1920, 1930. En dit porseleinen serviesje komt uit Tsjechoslowakije. Erg leuk gedecoreerd voor de kindjes. Helemaal met bloemetjes. En ja, of het nou kinderspeeltjes zijn of bloemetjes. Het is toch altijd vriendelijk. Een gouden randje erom. Je kocht het eigenlijk per stuk. Want als je jarig was, dan kreeg je weer wat nieuws erbij. Een theeserviesje, dat was altijd compleet. Dan had je altijd toch 4 kopjes, 6 kopjes. En dat kocht je compleet. Maar dit kon je vaak aanvullen. Dit is Engeland. Het werd gemaakt, zeg maar, zo 1890 tot 1930. En wat wel heel erg leuk is, dat is natuurlijk dat een Minnie Mouse. En dat is toch wel heel vroeg.
dat ze toen al juist dat figuurtje zo op een serviesje zetten. Je ziet het ook vaak met muisjes en met kikkertjes. Heel leuk. Dit is een lustertechniek. Dat is een mooie parelmoerglans die erover zit. Wat is er nou van waarde aan te geven? Hier zijn aardig wat stukjes af en een kopje mist. Dus ik schat dit op ongeveer 75 euro. En ditzelfde serviesje ook. Ziet, dit is helemaal ongehaapt, dus echt heel mooi. Een kannetje. En aan de voorkant zie ik er een uil in. Uil hè? Ja, uil. Die is van u? Ja, die uil is van mij. Ja, die is van u. Ja. En u heeft het al heel lang in huis? Ja, sinds dat mijn schoonouders zijn overleden, hebben wij dit gekregen, ja. Enig idee hoe oud dat is of zo? Nee. Nou ja, wij waren nu 60 jaar getrouwd. En toen leefden die ouders en die hadden dat toen staan. Dus ja, het zal zeker wel. Er komt eigenlijk mijn schoonvader, die was bij de belasting en die moest de kraampjes op een markt, moest hij geld innen. En daar waren ook kramen bij die dit soort dingen verkochten en daar heeft hij dat toen gekocht. Maar of dat toen nieuw was, dat weet ik niet. Hij werd daarmee omgekocht. Ja, denk het. Ja. Wat doet u er nu mee? Zet u de bloemetjes in? Nou, enkele keer doe ik het eens, maar die narcissen zet ik er dan in. Ja. Maar jij vond het toch bijzonder genoeg om het even naar voren te halen. Het product hoort eigenlijk bij de pottenbakkerstraditie. En als we kijken naar de traditie van de pottenbakkers in Nederland, maar ook ver daarbuiten, dan zien we sinds de vroege middeleeuwen zien we al dat er telkens weer uilenkannen gemaakt worden. En dit is dus een mooi voorbeeld van de uilenkan gemaakt door meneer Augustijn in Bergen op Zoom. En die heeft een bedrijf dat gesticht in 1902, om precies te zijn. Tot 1918, toen was hij weer failliet gegaan. En in Bergen op Zoom zijn binnen de pottenbakkerstraditie hele fraaie gebruiksvoorwerpen gemaakt. Waaronder deze uilenkannen. Maar er zijn er heel veel van gemaakt, neem ik aan. Er zijn behoorlijk aan de lopende band gemaakt. Maar elke kan die heeft toch kwetsbare punten, zoals aan de voorzijde. En deze ziet er zo fantastisch gaaf uit. Dat het voor verzamelaars een lust is om deze te willen aanschaffen. Dus het is men is geïnteresseerd om een dergelijke kan uit die, ook nog uit de Art Nouveau-periode, om die te verzamelen. Dus heeft een hoog begerenswaardig gehalte. En van waar heeft die uil nog een soort betekenis? Wat je zegt, ja, ze maken heel vaak uilenkannen. Uilenkannen komen dus, wat ik zei, voor vanaf de middeleeuwen. Maar een uil heeft natuurlijk toch iets magisch. Hè? Iets met de donkerte, met de nacht. Ja, ja. En dit is dus een verzamelaarsobject. Iedereen wil een uilenkan in zijn collectie. En hoeveel zou ze mevrouw moeten betalen? Ja, ja. Ja, dat willen we wel ja, weten. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Nu, aan de onderkant zien we dus mooi dat het gestempeld is met de kast. En de Bergen op Zoom van meneer Augustijn. Ja. En ze zouden aan mevrouw, als mevrouw het al kwijt wil, ze zou waarschijnlijk zeggen nooit, nimmer niet. Nee. Dan zouden ze toch mevrouw 550 euro minstens daarvoor moeten geven. Oh. Nou, jongens, jullie weten het allemaal voor later. Den twaalfvingerige darm van rechts naar links schuiven met den duim. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Den dunne darm rondgaan met twee vingers van rechts naar links. En dat staat allemaal in een boek. Een heel oud boek met enge platen. Kijk, heb ik een enge te pakken. Kijk eens. Redelijk eng. Al. Wat is het? Is dit een medisch boek? Lijkt me wel. Ik weet het niet. Ik heb het ooit gekregen van een oude man die naar het bejaardencentrum ging en die zijn boekenkast op ging ruimen. En ik vond ze wel mooi in mijn boekenkast staan. Nou, de voorkant is in ieder geval fantastisch natuurlijk. Ja. Maar wat is het? Leest u er wel eens in als u niet kan slapen? Nee, want dan slaap je nooit meer, denk ik. Staan er echt hele enge dingen in? Nou, enge foto's van huidziektes en zo. En dat wil je niet zien. Nee. Als dit nou veel waard is, bent u dan blij dat u ze kwijt bent? Omdat het een beetje enge inhoud heeft? Of? Ja, want ze doen me verder niks. Dus als ze te verkopen zijn, dan worden ze verkocht. Ja. Wat mij opviel toen ik het oppakte, dat het zo zwaar is.
Ja, het zijn twee delen. Eén gaat over de man en de andere gaat voornamelijk over de vrouw. Het is rond 1900, 1915, 1914. Dan komen allemaal ismes op. Hè? Het socialisme, het anarchisme, het nihilisme, maar ook de reform. Mensen worden zich bewust van hun lichaam en geest. Gaan wat beter eten. Daarbij hoort ook natuurlijk het gezonde lichaam, wat in een gezonde geest zou moeten geven. En daar heeft meneer Bielt in Duitsland, die dus met natuurgeneeskunde zich bezighield, zich een bekende voor jou? Nou, niet een echte bekende, maar zoals wij allemaal weten, is in Duitsland en Midden-Europa zijn heel veel koerorden. En dat zijn de zogenaamde spa's. En daar kon je dus, als je dus wat vermoeid was of anderszins, kon je daar te water en kon je dus wisselbaden nemen. Want een van de belangrijke zaken van deze vorm van geneeswijze is niet zozeer het chemisch geluk, zoals een goede vriend het mij altijd noemde. Maar dat is op natuurlijke wijze, zonder het lichaam iets toe te voegen, het lichaam weer op orde te krijgen. Het letterlijk reinigen van de innerlijke mens. En dat werd dus onder meer met die wisselbaden gedaan. Met zwavelhoudende baden, met modderbaden. Zoals dat in Padua nog altijd gebeurt. En ja, daar was de firma meneer Bielitz heel erg sterk in. Ja. Nou, als ik dit zie, hè, dan denk ik, nou leuk, die binnenkant. Hè, dat is mooie afbeeldingen, ja. Sommige in kleur. Maar dit is toch prachtig, of niet? Dat is typisch Jugendstil. Ja. Dat is typisch fin de siècle, rond 1900, 1905, 1906. En Art Nouveau, wat erna komt. Hoe bijzonder is dit nou? Is het bijzonder als medisch boek, of is het bijzonder vanwege het uiterlijk? Het is leuk omdat het zo'n heel duidelijk beeld geeft van een bepaalde periode, ja, in Europa. En de waarde is niet bijzonder groot, maar de kennis die hieruit zat, des te groter. Deze boeken worden rond de 45 tot 50 euro aangeboden, wanneer ze in redelijke staat zijn. Maar als mevrouw moeilijk kan slapen, zal er ongetwijfeld een remedie in staan, zodat ze zonder nare pillen waaraan ze verslaafd raakt, de slaap kan hervatten. Volgens mij doet u geen oog dicht als u daarin zit te bladeren. Maar het zijn mooie boeken voor in de boekenkast. Dat is het. He? Ja. Ik ben ooit eens in Pompeji geweest en op de terugreis naar Napels. Toen kwamen we langs een fabriekje en daar zaten ongeveer 30, 40 mensen te werken. Allemaal in hele kleine hokjes. En die deden niet anders dan kamees snijden. Nou is een kamee is uit een schelp gesneden. En nou is de aardigheid dat we zien hier een traditioneel gesneden kamee. Maar hier zien we een kamee waarin de kunstenaar, zeg maar, zijn fantasie de vrije loop heeft gelaten. En we zien hier een muzelman vergezeld van een prachtige dame. En nu is de aardigheid dat degene die het gesneden heeft, die heeft door het wit van de bovenlaag van de schelp, heeft hij naar het bruin gesneden. En juist in dat bruin komt dat zo mooi uit, dat de man die hier dan op is afgebeeld ook een bruin gezicht heeft. Dat is bijzonder en dat wou ik u even onder de aandacht brengen. Een gewone kamee, zoals deze dame, mag je ongeveer rond een 250 euro stellen. Maar deze is natuurlijk heel bijzonder, met name omdat hij zo fantasierijk gesneden is. En dan hebben we het eigenlijk toch ook wel gauw over een 350 tot 400 euro. Voor ons staat een grote lijst. En als we naar de achterkant kijken, want daar begin ik vandaag maar eens een keer mee, dan zien we hier asbest. Een heel gevaarlijk materiaal waarvan heel veel mensen zeggen van, oeh, dat wil ik helemaal niet in huis hebben. Nou, ik ga de heren vragen om het eens even om te draaien. Wilt u hem omdraaien? Het is behoorlijk zwaar. En wat we nu zien is de voorkant met een voorstelling van een maritiem, een zeegezicht. Wat uitgevreesd is eigenlijk, gestoken is helemaal in het asbest. En dat is iets wat we nou ons eigenlijk niet meer kunnen voorstellen. Dat je met een gutsje gaat proberen om een voorstelling te maken in het materiaal waarvan je weet dat het kankerverwekkend is als het juist breekt en als die vezels loskomen. Dit mag dus ook absoluut niet meer gemaakt worden.
Wat je nu hebt te maken is dat dit een kunstvoorwerp is uit de tijd. Dit is gemaakt rond 1900. Dat zie je ook aan de kleine krulletjes die hierin zitten in de hoek. Maar ook de hele luchtaftekening zijn allemaal kenmerken die we zien. Ook in de houtsneden van Torop. Die we zien in allerlei uitingen van die periode. We praten 1900, 1910, 1915 misschien. Dit is ingekleurd en daarmee is het afgedekt. Dus het is niet meer los van die vezels. Eigenlijk moet het schoongemaakt worden voorzichtig en dan heel goed gevernist. Dan is het, of afgelakt, dan is het wel weer veilig. Dit moet je bewaren, want dit kan nooit meer bijgemaakt worden. Niemand durft dat meer te doen. En dit moet bewaard blijven als curiositeit uit die periode. De waarde, ja, eigenlijk is het niet in geld uit te drukken. Ik zou toch gauw zeggen, 1500 euro is het zeker waard als cultuurhistorisch absoluut uniek stuk. Een prachtig trammetje. Ik kan het vliegenwiel binnenin zien. Is dat uw trammetje? Ja, dat is mijn trammetje. Maar is dat ook een trammetje waar u zelf mee gespeeld hebt? Daar heb ik zelf mee gespeeld als kind zijnde, ja. Was een jonge speelgoed, toch? Ja, maar ik ben geen echt meisje waarschijnlijk. Maar, ja, jij zei het ook al. Ja. Hij is zo goed. Hoe, als kinderen met iets meisje. Spelen... Dat kan het verschil zijn. Meisje, jij ging er gewoon goed mee om. Ja, zuinig mee om. Dat zou heel goed kunnen. Hoe lang is die al in de familie? Al meer dan 40 jaar. U heeft hem ooit gekregen? Ja. Van uw ouders als kind? Ja, dat weet ik niet meer. Nee. En wordt er nu nog wel eens mee gespeeld? Of nou, ik heb hem nu heel veilig staan, want er komen wat kinderen over de vloer die wat ruwer zijn. En dat, daar ben ik toch te zuinig op. Moet mevrouw er terecht zuinig op zijn? Ja, heb je helemaal goed. Deze tram is natuurlijk toch inderdaad, net wat je zegt, prachtig gebleven. Hij is gemaakt in Brandenburg, Duitsland. Het is ook gemerkt. En daar staat een merk hierop. Dat zie je hier. En dat is het teken van VEB, staat erop. En dat is die Volkseigener Betrieb. En dat is een firma die is gekomen na de firma Lehman. En 1947 is deze firma begonnen met deze dingen te maken. En deze moet je ongeveer toch dus na de Tweede Wereldoorlog. Maar erg mooi gebleven. En ik heb hem eens één keer eerder gezien, maar er is zo'n deur uit. Of, ja, het is niet zo gek natuurlijk. Nee, precies, dan kan je nagaan. Was dit nou eigenlijk duur speelgoed als je dit gaf aan je kind? Jawel, dat was altijd... speelgoed van formaat, zeg je dan. Hè? Dit. En het was ook niet zo voor iedereen. Want wie wilde dat nou allemaal? Een pop of een beertje? Of dat, ja, oké, als het dan te betalen was. Maar dit was toch specifiek. En dat is toch wel leuk. Ja, want absoluut. We zien het niet zo vaak bij je schatgaven. Nee. En daarnaast daar staat een Volkswagen. Ja, precies. En wat leuk is, hij is gemaakt in Japan. Oh. En door de firma Bandai... En Japans speelgoed, er is een leuke boek van de laatste tijd. En Japans speelgoed is steeds meer in opkomst. En waarom? Het kwam pas na de Tweede Wereldoorlog, kwam het speelgoed uit Japan natuurlijk naar Europa toe. En het was niet van zo hoge kwaliteit. En daarom zitten er hier wel wat deukjes in. En de raampjes zijn eruit. Maar je ziet bijna nooit... het is een vliegwiel ook. Maar het is, je ziet bijna nooit, toch uit Japan... eigenlijk zo'n Volkswagen in één kleur. Het is meestal een beetje in kleuren gefantaseerd. En daarom is deze wel erg leuk. Is dat in de tijd dat de Japanners naar onze indruk... alles namaakten wat wij maakten? Ja, in ieder geval... wilden ze natuurlijk geld verdienen en gingen ze op de markt juist van Europese modellen. En, want dat wilden ze natuurlijk wel verkopen. En heel lang is het verguisd, want ja, het komt uit Japan. En dan werd het op één hoop gegooid met China. Ja. Maar dat is toch iets anders. Dat is echt een ander. Ja. Ja, en dan rijst natuurlijk de vraag, is zoiets nou nog waard, iets waard? Ja, dat, vroeger was het, dit dus duur speelgoed. Ik weet niet, is het nog steeds duur als je... Ja, als je dit nu moet kopen, natuurlijk is de verzamelaar die bepaalt weer de waarde, hè, en de prijs. En als je het graag wil hebben. Maar deze moet je op ongeveer 150 euro in ieder geval. Deze is tot 1961 gemaakt. En daarom is die ook uitzonderlijk. En daarom vond ik het erg leuk om hem te laten zien. En wil ik deze toch ook een 100 euro. Ja, we zien hier een aquarel. En die is van u afkomstig, hè? Nee, van mijn dochter. Maar van uw dochter. Maar ja. U kende hem? Ik kende hem. Ja.
Hij hing bij mijn ouders thuis. Ja, hoe komen uw ouders eraan? Waar mijn moeder werkte. En daar heb ze hem van gekregen. U vindt hem erg mooi, hè? Ik vind hem geen bal aan. Echt niet. Nee, echt niet. Ik vind het is toch een leuke meneer die daar staat te doedelzakken? Ja, nou, laat hem maar doedelzakken. Maar ik vind hem echt niet mooi. Uw dochter, vindt die hem een beetje leuk? Nee, die vond hem ook niet leuk. Want anders stond hij niet op zolder. Oh, hij heeft hem even van het zolder gehaald om toch voor de zekerheid eens even te kijken of het wat voorstelt. Ja, ja, dat is zo, ja. Nou, laat maar eens kijken. Is het aannemelijk dat hij terugkomt op zolder? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Er zijn echt mensen die worden hier nerveus van, hoor. Als dit zien. Echt waar? Omdat het zo bijzonder is wat nou, we zien. Het is, het is dus een Piper van de Gordon Highlanders. Dat is dus een onderdeel van het leger, een Engels leger. En hij is dus doedelzakspeler, hè, dat zien we. Je ziet hier dit tasje wat hier hangt. Dat noemen ze een sporen. En dat is gemaakt van geitenhaar. Er hangen hier twee zwarte vessels. En weet je waarom dat tasje er nou hangt? Ja, voor zijn brood? Gewoon om wat kleine jootjes in te doen. Maar eigenlijk tegen het opwaaien van die rok. Want we weten allemaal wat er onder die rok zit. Ja. Niet veel. Ja, nou, sommigen wel. Maar... Ja, en dan heb je nog wat leuke details hieraan. Die slopkousen, spets, die hebben zwarte knopen aan de zijkant. En dat hebben ze verder nooit eigenlijk bij die onderdelen. Maar dat hebben deze dan, want dit onderdeel is in de rouw. Want General Gordon, die is omgekomen bij een grote slag in China, in Khartoum. En ze noemen hem eigenlijk Chinese Gordon. Het was echt een held. En deze man die hier afgebeeld zien? Nee, dit is iemand van zijn onderdeel. Yeah. En ter ere van de dood van de generaal dragen ze dus die zwarte knopen op de slopkousen. Ja, het is een beetje het verhaal ook wat het maakt, hè? Het is dat kun je wel zeggen. En ik zou zeggen, dat ding moet zo snel mogelijk naar Engeland. Want daar spreekt het ze aan, denk ik ook, of niet? De maker is Hooyink van Papendrecht, Jan Hooyink van Papendrecht. En dat is een heel bekende Nederlandse schilder voor militaria. En er zijn veel verzamelaars voor. Hij schildert ook vaak militairen te paard, artillerie. En dat is heel gewild dan. Toevallig heb ik onlangs op mijn atelier er nog één gehad. Ik denk nog geen 6 weken geleden. Ook paarden. En dat was een topopbrengst eigenlijk voor die schilder. En die bracht op ruim 4000 euro op een veiling. En dat was een olieverfschilderij. Dit is typisch iets voor de Engelse markt natuurlijk. Maar verzamelaars die zullen hier toch wel erg enthousiast van worden. Is dit het originele lijstje? Ik heb het gevoel van wel. Het hoort er zo bij, of niet? Ja, maar het doet geen eer aan de aquarel. Hè. Het is niet heel bijzonder. Wat er ook zou moeten gebeuren is, aan de achterkant zien wij nu, ziet u nu, maar er zit strookkarton en dat staat zuur af. Kunnen we eigenlijk niet vaak genoeg zeggen, dat gelige karton, dat strookkarton staat zuur af. Dan wordt de aquarel heel donker van, maar ook heel broos. En dat is weer zo jammer voor de conditie. Dus eigenlijk een dergelijk bijzondere aquarel moet je beter conserveren. U bent er nog niet echt verliefd op, hè? Nee, ik word het ook niet. Nou, let op. Hoeveel is het waard? Nou, nu hier voor de Nederlandse markt zou ik zeggen zo rond de 600 euro. Maar als je iets dergelijks in Engeland gaat veilen en je komt toevallig iemand tegen die verzamelt op dat onderdeel, ja, dan weet je het niet, hè? Dan kan het veel meer gaan doen. Ja, dan kan het veel meer gaan doen. Ja. Nou, mijn dochter die neemt hem gewoon weer mee naar huis. Ik hoef hem niet. Maar ze zet hem toch niet terug achter het schot, hè? Dan moet ik vragen. Niet achter het schot? Toch achter het schot. Ja. Zoals het licht erdoor speelt kun je deze lampen pas echt goed beoordelen. Want dit is een glas-in-loodlamp. En dat is eigenlijk heel bijzonder met een structuur die met verfspuit is aangebracht. En daarna vervolgens met een soort krastechniek de decoratie verder is aangebracht. Allemaal met de hand gemaakt dus. En als we hem eens even naar beneden halen en van binnen gaan bekijken, dan zie je dat het gewoon glas-in-lood is met gebogen ruitjes. Nou, iedereen kan dus wel begrijpen dat dit heel kwetsbaar is. Want als zo'n ruitje breekt, ga je dat niet zomaar weer vervangen en kun je niet zomaar even weer die voorstelling erop maken. Deze lampen die zijn gemaakt in de periode rond 1920-25. En noemen we dan ook de Amsterdamse schoollampen, omdat het die periode eigenlijk beslaat. Wat we dan zien is vervolgens ook de kleine knopjes eraan. Het zwart gemaakte lood wat je aan deze kant natuurlijk ziet. En de voorstelling wat hoekig, een beetje die Art Deco periode. Maar dan specifiek de Amsterdamse school.
Ze komen voor in deze uitvoering, waarbij het een vrij grove indeling is, maar ook heel verfijnd, met hele kleine figuurtjes en krulletjes. Hoe verfijnder, hoe meer kleine blokjes glas in lood, hoe duurder die wordt. In dit geval hebben we te maken met een lamp van rond de 1500 euro. Op het moment dat je hele kleine fijne glasstukjes krijgt, kan het zelfs oplopen tot in de tienduizenden. Maar voor deze lamp zeg ik van wees er voorzichtig mee, want één keer kapot en hij is verdwenen. Jammer dan. Het lijkt een gewoon doosje tot je er bijvoorbeeld achter komt dat dit kan bewegen. Dat gaat langs allerlei cijfertjes. Nou, dan denk je ook nog dat het bestaat uit allemaal schijfjes. Het is een bijzonder doosje, dat is het sowieso. Dat is het zeker, ja, dat zie je ook wel direct. Het draait van alles en cijfertjes en dingetjes. En, ja. Een mysterieus doosje, hoe komt u eraan? Ik heb het gekregen van mijn moeder toen zij nog leefde. En zij hebben het gekregen van een barones die bij hun in de buurt woonde. Barones? Ja, een oude adellijke familie. Daar heeft het in de familie gezeten. Hoe lang weet ik niet. Maar, dus ik ben er wel zuinig op. En waarom heeft de barones dat zomaar weggegeven? Weet u dat? Vriendschap. Uit vriendschap? Ja. Oké. Okay. Ja. Toen heeft u het weer van uw moeder gekregen? Ja, mijn moeder zei van, nou ja, dit is voor jou, dat mag jij hebben. En wees er zuinig op. Dat laatste zijn ze erbij. Jazeker. Ja. Terecht? Heel terecht. Heel hier terecht. Moet je zuinig op zijn. Op dit kleine. Ja. Nou, het is echt een kleinoot, hè? Ja, het is een kleinoot. Het is natuurlijk in eerste instantie een doosje. Maar het is, het buiten dat het een doosje is, is het natuurlijk ook heel mooi bewerkt. Prachtig gegraveerd. En inderdaad, er staan allerlei tekens in. En dat zijn tekens van de maanden, tekens van de jaren, tekens van de data. En dan ook staat er aan de achterkant, dat is misschien wel leuk om eventjes even om te draaien. Dan zie je hier als het ware een almanakachtige situatie waarin dus allerlei feestdagen en feestmaanden die worden dan beschreven met ook nog speciale verwijzingen naar Bijbelse teksten. Het is dus eigenlijk kortom een soort almanak die je kunt gebruiken voor ieder jaar waarin je leeft, of voor iedere dag zelfs. En je kunt de datum erop aflezen. Je kunt allerlei zaken zeg maar die je normaal gesproken op het ogenblik in een agenda vindt, die kun je hierin opgeslagen vinden. En dat is erg leuk, met name als we bedenken dat dit uit de 18e eeuw stamt. 18e eeuw, 17 zoveel dus. Ja, 17 zoveel. Ik kan niet exact zeggen van meneer, want het is helaas niet gekeurd. Ja. Ja, maar wat wel heel leuk is, het heeft het gekroonde ootje. En dat is een belastingstempel uit ongeveer 1807. Dus dat staat erin. Dus het is, dan hoeft dus geen belasting meer af te dragen van oude voorwerpen. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een indicatie dat we te maken hebben met een vroeger voorwerp. Ja, ja. Maar het zit helemaal vol eigenlijk. Alle ruimte. Maar staat hier nog ook de maker? Heeft hij nog de moeite genomen om zichzelf te noteren? Nee. Het is heel dikwijls zo dat ze noemen dit een calendarium, een perpetuum calendarium. En we lezen mooi het woord. Hier in het Frans. Mooi, ja. Maar het staat hier in het Frans. Even kijken hoor. Het is volgens mij ook Frans, hè? Ja, ik zag Vendredi ergens staan. Ja, ja. Fête, fête immobile. En aan de andere kant, daar staat kalendaar. Ja, dat is moeilijk te lezen omdat het niet zo goed gepoetst is. Maar ik ben blij dat u het niet poetst. Nee. Want dan betekent dat er over 50, 60 jaar echt niets meer te lezen valt. Ja, en gelukkig is dat niet gebeurd. Maar hier staat calendarium perpetuum. He, dus het is eigenlijk een eeuwigdurende kalender. Ja, en het is, als je het open doet, ja, het is gewoon een heel simpel doosje eigenlijk. Hè? Waarschijnlijk verguld geweest van binnen. Een pillendoosje. Je ziet ik nog dacht sporen. Ook aan een pillendoosje, maar ja, dan zou je één keer in zoveel tijd een pil moeten innemen. Wil die... Maar vroeger werd er toch wel vrij veel pillen geslikt. Ja, ja. Dus het zou misschien toch wel eens een van alle tijden, hoor. Ja. Dus het was oud. Toen het werd gemaakt was het waarschijnlijk prijzig. Ontzettend prijzig, ja. Wat is het waard? Nu, anno 2009. Ik moet u zeggen, ik heb er zelf eens ooit eentje gehad. En die heb ik toen de tijd, en nou praten we over misschien wel 20 jaar geleden, die heb ik toen verkocht voor 3000 gulden. En bij die 3000 gulden, dan maken we ogenblikkelijk 3000 euro van nu. Mm-hmm. Dus dat is toch een leuke waardestijging. Ja. En nogmaals, we kunnen helaas niet vinden door wie gemaakt. Nee. En dat is eigenlijk een beetje jammer. Maar 3000 euro zal het zeker waard zijn. Nog extra zuinig op zijn dus. Gaat lukken, hè? Ja, zeker. Je bent helemaal enthousiast. Ja. Wat heeft u dan? Nou, hij is echt. Hij is echt? Ja. Maar even kijken. En wat is echt? De Cuneratoren uit Rhenen. Van J. de Beyer. U zegt het alsof we een belangrijke man bespreken. Nou, dat zegt u meneer. Ja. En hij is echt. En hij is dus wat waard?
150. Ja, 150, maar ja, ik doe hem toch niet weg. Maar ik had nog twee leeuwen. En daar wist ik helemaal niks van. En die zijn... Die zijn ook wat? Ook oud. Ook oud. Hij pakt ze even. Kan ik even zeggen dat dit schatgraven was? En volgende week dan zijn we er weer. Meer dan 100 jaar oud. Dit is ook bijzonder. Ja. Ja. Twee stuks. Hoe oud zijn ze? Meer dan 100 jaar. Oh, oké. Meer dan 100 jaar. Ja. Ook geërfd. Heel leuk. Spelmaker speelt morgenavond.